Ik dacht dat je daarmee gestopt was. Ik heb niks gekocht. Zo, deze is nodig voor jou. Alsjeblieft. Ik moet gaan, ik moet Amy snel ophalen. Jij werkt goed mee aan Nina's voornemen om minder materialistisch te zijn, zie ik. Nina moest dat worden opgebeurd. En aangezien jij erg druk was met andere dingen, heb ik het gedaan. Nou, het heeft het uitgemaakt. Maar goed, ik breng dit naar boven. Hoe laat eten we? Over een half uurtje. Oké. Dankjewel. Geen dank. Nou, dan laat ik het maar verder aan jou goede zorgen over. En aan die van Ludo natuurlijk. Prettige avond nog. Dag. Jouw zus heeft zich vanmiddag over Nina ontfermd. Nout heeft het uitgemaakt. Hebben jullie al gegeten? Nee, over een half uurtje. Oh, dan spring ik even snel onder de douche. Bianca zei tegen mij dat ik maar aan jou moest vragen wat er aan de hand is tussen jullie. En zeg nu alsjeblieft niet dat er niks aan de hand is. Ik ben niet achterlijk. Ik heb vanmiddag eens zitten nadenken. Heeft het met Nouts ongeluk te maken? Zo, hey. Even voor de duidelijkheid. Je kan toch alleen bij mij op bed liggen om een film te kijken, toch? Nee. Nee, ik kom voor hele woeste seks met jou. Ja, dat hadden we ook toen jij met Nina had en ik je geheime minnares was. Kom binnen. Ken je deze al? Nee, dat zegt me niks. Ja, die zou dan niet zo lang uit eigenlijk. Ja. Eigenlijk best handig. Kun je alle films van het afgelopen half jaar nog een keer zien? Toch? Ja, dankjewel.